Het ging natuurlijk over die tribunale opwerking vorige week. En wat we daarmee bedoelen te zeggen is dat er wat ons betreft allerlei grondrechten op dit moment ernstig geschonden worden. Individuele grondrechten. Het is natuurlijk die coronapas waar een heel groot deel van de Nederlandse bevolking uit de samenleving wordt gedrukt. Dat het de juiste procedurevergadering en daar blijkt dat ze het ook straks op de werkplek willen gaan invoeren. Dus ik krijg ontzettend veel mails, mensen echt wanhopig. Hè? Sommige mensen weten van die overwegen zelf zelfmoord of die gaan emigreren. Dus het is een ontzettend ernstige situatie. En dan moet natuurlijk een keer, mensen moeten daar verantwoording voor gaan afleggen. De rechtsorde is geschonden en dat bedoelde ik te zeggen. En dat is heel gewoon. We hebben allerlei tribunalen, ook het verleden gehad. Hier in Den Haag stikt het van de tribunalen. De Rwanda-tribunaal, het MH17-tribunaal. Je kunt denken aan de verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. Dus dat is helemaal geen gekke opmerking. En als je niks misdaan hebt, als je een zuiver geweten hebt, dan is dat ook geen bedreiging.